Dien bij de Vlaamse top 10 met een nieuwe single. Yes, mijn nieuwe single Déjà Vu staat eigenlijk op 1 in de Vlaamse top 10 van Ment. En ik ben Ment en natuurlijk ook de kijkers daar heel dankbaar voor. Hè. Ik heb het nummer al heel vaak op de radio gehoord, Déjà Vu. Wat voor nummer is het? Wel, Déjà Vu is iets anders dan mijn vorige nummers. Ik had gevraagd aan de songwriter, Stefan Fernandez, om een keer iets happier te maken, iets meer dansbaar. En twee dagen nadien had ik een demo, of een idee-demo noemen wij dat dan, in mijn mails. En ik was aangenaam verrast en ik heb niet lang getwijfeld, dat gaan we opnemen. En vandaar is Déjà Vu eigenlijk een van mijn favorietjes geworden. Hè. 2017 is voor jou een feestjaar, 10 jaar Dien na Idol 2007. Hoe blik jij terug op die periode? Hoe ik terugblik op mijn 10-jarig bestaan als artiest eigenlijk. Hè. Dat zal allemaal duidelijk worden op 11 maart. dan vieren wij dat gewoon heel uitbundig in de Plomblom in Inhoven. En het is een beetje de bedoeling dat ik toch wel weergeef wat ik de voorbije 10 jaar meegemaakt heb. Van waar dan mijn songkeuzes komen. En eigenlijk, mijn roots zijn er ook heel belangrijk bij. Hè. Mijn vader heeft mij de blues en de rock and roll leren kennen. En eigenlijk het talent, of als ik het zo mag noemen, het zangtalent heb ik van mijn mare kant. Dus dat gaat allemaal zo een beetje aan bod komen. Ja. 10 jaar Dien in de Plomblom in Nienhoven. Wordt dat een soort overzicht van alle hits van hem? Ja, tuurlijk zullen mijn grootste hits aan bod komen. Hè. Maar het moet gewoon plezant zijn. En de mensen moeten vooral weten van wie dat Dien is als artiest en als mens daarnaast. En eigenlijk zit daar niet veel verschil in. Buiten dat ik, als ik op het podium sta, echt wel een showbeest ben. Daarnaast ben ik eigenlijk heel bescheiden of heel kalm in de mensen hun ogen. Dus ik wil gewoon ambiance en een feest. En het is voor mij ook mijn 10 jaar. En ik wil dat gewoon met iedereen vieren dat daar zal zijn. Niet alleen fans, maar ook collega-artiesten, veronderstel ik. Ja, natuurlijk heb ik daar al heel hard over nagedacht. Zou ik nu gastartiesten of collega's uitnodigen? Ja, natuurlijk. Maar ik ga nog niet zeggen wie. Maar de mens kan misschien een kleine hint geven. Als je naar mijn Facebookpagina gaat en je bent eens te scrollen, dan komt er waarschijnlijk wel een paar collega's tussen die daar ook zullen optreden die avond. Je bent 10 jaar bezig. Hoe lang ga je nog door? Ik ben 10 jaar bezig en hoe lang ga ik nog door? Wel, ik hoop tot wanneer dat ik in mijn kist kruip. Hè. Ik denk dat er veel artiesten zijn, zoals Nebel Tura bijvoorbeeld, die gewoon niet gaat stoppen met zingen, hè, die gewoon gaat blijven gaan. En ik denk dat dat een droom is. Natuurlijk moet je gezondheid ook mee hebben, dus ik ga hout vasthouden. Dat ik tot het einde van mijn leven echt als een gezonde mens op het podium kan staan. In maart jouw 10-jarig bestaan als artiest. Wat doe je de rest van het jaar? De plannen voor de rest van het jaar, natuurlijk. Ja, Déjà Vu heeft heel wat beweging veroorzaakt. Er zijn tal van optredens bijgekomen. En dat is natuurlijk heel plezant. Dat wil zeggen dat de zomer er ook goed uitziet. Dat is goed nieuws voor de fans ook, die mij al jaren volgen. En ik hoop gewoon om op Déjà Vu gewoon een fantastisch vervolg te kunnen brengen. En dat we zo kunnen blijven doorgaan en hopelijk altijd gehoord worden, ook door de mensen. Heb je al een single klaar? Er ligt al een single klaar, ja. En dat is eigenlijk een luxe probleem, want we weten nog niet wanneer. Déjà Vu doen we het nog altijd goed. Hey, dat is echt niet om te stoeven, maar het is nu gewoon even relax en genieten van het succes van Déjà Vu. En hopelijk dat de volgende dat kan evenaren. Hopelijk. Wordt het iets soortgelijks qua nummerkeuze? Ja, natuurlijk. Ja. Als je in Nederlands begint te zingen bijvoorbeeld, of maakt niet uit in welke taal. En je bent eigenlijk een beetje op zoek naar welke stijl wil ik brengen in de toekomst. Wat dat bij ons eigenlijk Nederlandstalig was. Maar ja, het genre is niet altijd even gemakkelijk. Maar ik denk wel dat we een goede weg hebben, een goede richting hebben gevonden met Déjà Vu. En daar gaan we op voortbouwen ook. Dus het zal wel een beetje in de stijl liggen van Déjà Vu. Ja.